Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding enzovoort. enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 32. Ik sta keurig volgens de coronavoorschriften aan tafel bij Martijn Hemminga. Hij heeft vele petten op, maar vandaag spreek ik hem als aanvoerder van Recruitment Tech. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site. Hier is AMC.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wens hebt. Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Martijn, goedemorgen voor ja, ons. goedemorgen. Um... Leuk dat we hier staan in, uh, in, in jouw setting van de, de recruitment-tech. Uh, nou, monthly meestal zie ik hier staan. Dus uh, grappig, we gaan een keer staan. Ik uh, ben benieuwd hoe dat gaat. Ik, als ik mezelf ken, ben ik veel te bewegelijk... en zal ik af en toe best wel uit beeld wandelen. Maar goed, sorry daarvoor. Um, het leuke is, uh, we gaan het vandaag eens over techniek hebben. Want uh, als je, uh, zoals ik, een beetje naar recruitersland zit te kijken... dan uh, gaat het daar heel veel over vacatureteksten teksten en het gaat ontzettend veel over techniek. En uh, dat... dat uh, Interesseert mij mateloos. Um, en het vakgebied recruitment tech, dat is de laatste jaren door jou enorm op de kaart gezet. Want nou, ik zal best wel vergeten, maar je hebt een, een, een hele volle site. Je hebt één keer per jaar een, een groot uh, evenement. Je hebt de demo day. Je hebt een poster die hier aan de muur hangt van het landschap. Dus, dus kortom, het recruitment tech heb je, heb je mooi op de kaart gezet. Wat mij leuk leek voor vanochtend, en heel leuk dat je daarmee wil doen, is dat om daar eens een keer naar dat landschap te kijken met een. Een AMC-bril op. Wat kunnen we nou als arbeidsmarktcommunicatie mensen, of hoeveel arbeidsmarktcommunicatie zit er in al die recruitment-tech? Dus dat was voor mij een reden om vanochtend hier naar Utrecht te komen en om samen met jou daar een gesprek voor op te gaan tuigen. Dat is natuurlijk nog geen fatsoenlijke introductie van wie jij bent, wat je doet. Dus zou je dat zelf willen doen? Ja, dank je Marcel. Ja, nee, ik, ik zeg het zelf ook altijd: uh, hoeveel petten uh, kan een mensen op hebben? Of dan zeg ik: oké, okay, ik zet nu even een andere pet op. inderdaad. Dus we staan hier vanuit de, uh, ja, de pet vanuit de Recruitment Tech, waarvan oorsprong, uh, vanuit een communicatieopleiding in uh, 1999, uh, kan ik toevallig van de week nog tegen, um, uh, via een stage tegen arbeidsmarktcommunicatie aangelopen. En uh, ik zeg wel eens, het vakgebied heeft mij gekozen. Want ik vind heel veel dingen op het gebied van communicatie leuk. Marketingcommunicatie en uh, corporate communicatie, PR. En uh, arbeidsmarktcommunicatie heeft mij gekozen, zeg maar. Om het maar even nou ja, bij, bijna uh, buitenaards te, te noemen. Um, en um, uh, nou ja, daar uh, uiteindelijk uh, van allerlei dingen in, uh, in gedaan. En ook de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie... Uh, zo'n 15 jaar geleden mede opgericht. Uh, en dus daar geef ik heel veel trainingen. Vacatureteksten onder andere. En, en toen is een jaar of 12, 13, ik kreeg zo vaak de vraag van mensen uh, of het dan ging vacature -teksten, of om vacatureteksten of of het dan ging om wat meer strategische arbeidsmarktcommunicatie of tijdens de, de leergang arbeidsmarktcommunicatie van, um, er kwam toch altijd wel het onderwerp even, het recruitment systeem kwam langs en dan werden de deelnemers vroegen dan gelijk aan elkaar, welke heb jij dan, ben jij er tevreden mee? Uh, of dan vroegen ze ook aan mij van wat, wat, wat is nou het beste recruitment systeem. En daar is misschien het eerste zaadje gepland voor recruitmenttech.nl. Of, uh, of Tech recruitmenttech event want daar is het zes jaar geleden mee begonnen. Maar twaalf jaar geleden ben ik begonnen met een vergelijkingssite recruitmentsystemen.nl. Um, en uh, uh, nou, daar begon het mee. En toen. Um, uh, er staan zo'n dertig verschillende systemen, kunnen we op honderd punten met elkaar vergelijken. En ieder jaar doen we dat dan updaten. En zes jaar geleden dacht ik, misschien is het wel leuk om een keer een evenement te organiseren. Alleen recruitment systemen is, uh, en met alle respect voor alle leveranciers van recruitment systemen, is misschien niet het meest sexy. Uh, het is een soort, uh, uh, ja, het is, het, is, het is bijna een, um, een ja, basis. Je, in basis. Ja, je, moet, het, je ja. moet het eigenlijk hebben. Het uh, moet zo, kloppen. Maar ja, het ja. moet kloppen, inderdaad. Maar, uh, maar juist het integreert, hè, en, en dat doe ik, dat doe ik ze uh, um, dat ik heel snel uh, tekort. Um, uh, want ook steeds meer recruitment systemen hebben allerlei mooie dingen inderdaad, maar met name als je alles eraan kan koppelen. Maar um, dan kom je dus breder dan recruitment systemen. Uh, recruitment tech, um, recruitmenttech.nl was nog vrij, recruitmenttech event. En, en, dus eigenlijk begonnen met een evenement en later, wat, wat op zich heel succesvol was, dat je dacht, van, nou, een beetje zonde om die mensen een jaar lang niks van je te laten horen, dus laat ik maar wat nieuws op die website zetten. Um, ja, zo is het eigenlijk van Recruitmenttech.nl uh, gegaan, uh, inderdaad Recruitmenttech uh, Demo Day, waarbij mensen echt gewoon demo's konden kijken, een soort, eh, ik noem het, het is, het is eigenlijk een soort beurs, maar ja, beurs klinkt zo, ouderwets, um, uh, tot uh, 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 Recruitmenttech.com inderdaad, je noemt de landscape al, het is dus eigenlijk een soort, ja, multimediaal klinkt wat ouderwets, maar wel een soort platform, waarbij we, eh, dat is eigenlijk het doel, is wij willen recruiters helpen om Um, uh, uh, te kijken hoe kan tooling mij helpen met behalen van de recruitment -doelstelling. Ja, nou en dat, dat met al die, uh, die, die middelen die je omschrijft. Het zal uh, nu qua coronatijd. zou je daar wel uh, in de middelenmix flink moeten, moeten wisselen, denk ik. Maar je merkt aan het onderwerp dat dat, uh, ja, dat leeft enorm. En daar zit dus uh, ook nog een enorme stijgende lijn in. Dus uh, uh, schets jij eens, als je die ontwikkeling kijkt. En, en ik ben natuurlijk een. een een rare arbeidsmarktcommunicatie-nerd. Weet je, ik, ik, ik ben altijd met communicatie bezig... maar ik loop rond in de wereld waar, waar je ook heel veel recruiters tegenkomt. Uh, schet jij eens van aan de ene kant de, de opkomst van techniek of tooling... of tech, nou, tech laten we tech noemen, uh, in de recruitmentwereld... en hoe zie je dat voor, uh, voor arbeidsmarktcommunicatie-mensen... Ja, nou ja kijk, in eerste instantie was het natuurlijk, um, uh, is het gewoon een soort administratief, administratief uh, proces afhandelen. Dan dus kom je weer uit het recruitment systeem, dat is natuurlijk toch het core systeem waar het, waar het letterlijk ooit mee, uh, mee begon. Is gewoon puur van, goh, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we makkelijk um, uh, die, die kandidaten uh, uh, bij spreken, hè? want uiteindelijk is het natuurlijk alles in Excel, een database uh, in dit geval. Um, en uh, voor de grap zeggen we ook wel eens... Excel is nog steeds wereldwijd het meest gebruikte uh, recruitment systeem. Omdat ja, heel veel kleinere partijen die, die, laten, ja, die hebben dat niet. Een recruitment systeem. Maar, maar, en uh, het helpt natuurlijk het proces te faciliteren. Wat doen we met al die kandidaten? Of wat doen we met al die portefeuille kandidaten? Die, hè, dus kandidaten die we nu niet uh, kunnen plaatsen... maar die we te goed vinden om uh, af te wijzen. Um, hoe gaan we die uh, bijhouden? En dat kan natuurlijk in feite met Excel. Maar dan gaat iemand verhuizen, krijgt een ander e-mailadres... en. Um, en dus je ziet met name in het begin dat het met name een stuk uh, 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 het proces zeg maar, faciliteren is. Uh, het administratieve, uh, het hele administratieve verhaal. Mensen, uh, wat recruiters heel fijn vinden, is om in één keer 30 kandidaten met één berichtje te kunnen afwijzen. Ja. Nou, dan kom je gelijk ook uh, natuurlijk, als je gaat kijken met de arbeidsmarktcommunicatiepad, van oké, okay, maar wat zegt dat als jij een soort standaardafwijzing krijgt met een, 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 met een algemeen uh, afwijzing van goh, jouw profiel uh, uh, matcht je niet met, uh, met de vacature, wens je veel succes, uh, punt. Ja, daar, daar komen we straks vast nog wel even op, uh, op, uh, op, op terug. Technisch gezien kan ik me voorstellen, ja. dat, is, uh, dat werkt lekker. Aan de andere kant, daar valt nog. Uh, maar goed, dat, nee, dat, uh, uh, daar zo iedereen het over eens. En dat is continu het, he het hele verhaal. Hè. Technisch is er heel veel mogelijk, inderdaad. En, uh, ja, en recruiters uh, zitten wat dichter op het uh, die zitten gewoon dichter op het proces. Ja. En daardoor uh, zijn die ook veel eerder geholpen met een systeem wat dat proces Klopt. faciliteert. Ja. En als, als ja. arbeidsmarktcommunicatie zit je dan toch eigenlijk één stapje verder eraf. Wat niet betekent dat je er niet mee te maken hebt. Dus, nee. dus, maar je, je merkt, is er, een soort, ja, is er een soort ander gebied wat, wat jij over... Uh, of nou, Misschien moet ik het zo over Heb je de, de URL amctech.nl al gekocht of niet? Nee. Oké, okay, oké. Okay. Dus nee, het is die niet, heb ik niet gekocht. Nee. Nee. Nou ja, is het, uh, hebben we het over een ander gebied, weet je wel? Is, er, is er op techniek van alles voor arbeidsmarktcommunicatie ook te, te faciliteren? Of, en het, ja, de vraag stel is hem eigenlijk beantwoorden... Moeten we niet vooral kijken om met een arbeidsmarktcommunicatiebril naar al die tooling van wat we daarmee kunnen of willen doen? Ja, nou ja je kan los, los van de tech kunt u gewoon überhaupt de discussie voeren. Dat doe je maar lekker in, ook in een, in een andere editie. Van, hè, uh, 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 in, in hoeverre staat er een muur nog tussen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie? Je ziet natuurlijk ook recruitment marketing. Wat dan, ja. uh, sommigen zeggen ja, dat is een nieuwe term voor arbeidsmarktcommunicatie. Ja, ja. En, en klopt ook in heel veel gevallen. Zeker, eh, no. ja, dat klopt zeker inderdaad. Maar heb je misschien wat brandingstuk? stuk, dus, uh, yeah. dus, 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 dus daar geloof ik niet in. En, en ja, uh, um, als we gaan kijken naar, naar uh, 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 ook de, de landscape, het in kaart brengen van, uh, uh, van, van eigenlijk alle tooling die er is, inderdaad. Dan, uh, en dat, dat is eigenlijk ook wat, uh, naar aanleiding ook van de uitnodiging, als je er heel streng naar gaat kijken, dan kun je inderdaad afvragen van. Uh, is dat nou echt meer recruitment tech of is het inderdaad arbeidsmarktcommunicatie ja. uh, tech? Ja. Um, net zoals uh, sommige zaken ook, hè, zoals uh, onboarding, vind ik ook een heel interessant. Dus dan zou je zeggen: nou ja, Normaal gesproken hebben mensen getekend, dus dan zit het werk op van recruitment. Ja. Um, mijn, ja. mijn laatste werkgever was de, de TU Delft en daar was ik als adviseur arbeidsmarktcommunicatie. Was ik verantwoordelijk tot en met de eerste drie maanden. Dus ook ja. de onboarding. Ja. Um, je ziet vaak recruitment daar ook wel een rol in, uh, in hebben. Al, al is het maar om uh, bij, de, bij de introductie aan te schuiven. Om te vragen: Goh, heb, ken jij nog mensen? Hè? Een beetje het referral idee. Ja. Dus, 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 maar is het dan. Uh, uh, dus, dus die harde muren voor arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, die, die, die zijn er natuurlijk niet. En dat geldt eigenlijk ook voor technologie. Precies. Dus, je, dus het loopt. Ja, het loopt dit door elkaar heen. Ja, waar het een vakgebied is. waar ieder, Eigenlijk wordt het het best als iedereen zich ermee bemoeit. Zowel communicatie als HR als recruitment. Ja. Nou, dat geldt dus voor technologie precies hetzelfde. Dus ja, uh, punt duidelijk, we blijven het gewoon lekker recruitment tech noemen. Dat is voor jou URL technisch ook makkelijker. Uh, maar dan moeten we dan met, met nou ja, vanuit je achtergrond naar gaan kijken. La, laten we die slag eens maken. Want we hebben het gehad over tech of over tool. Uh, wat, wat gebruik jij zelf voor, uh, voor grens bijna? Wanneer is iets tech? Of wanneer is iets tool? We hebben hier moet misschien even toelichten, want als ik jou aankijk en ik, ik, mijn blik gaat 10 centimeter naar boven, dan zie ik daar jouw landschap, jouw ja. landscape poster ja. hangen. Die zal ik ook bij de show notes wel eventjes als, als link, want dat, dat is een mooi overzicht van, nou ja, aan de ene kant je zou kunnen zeggen de markt, maar ik vind het ook heel mooi van het proces, weet je, de verschillende stappen in het proces. Dus daar komen we straks vanzelf op, maar wanneer komt iets bij jou op die poster? Vanaf wanneer is het, is het ja. tool genoeg of tech genoeg? Ja. Nou ja, dat, dat is ook een interessante, uh, dat is een interessante hoor, want dat is af en toe echt wel lastig. Um, kijk, vroeger zou je zeggen: technologie is, uh, de, en dat, dat zit ook in onze logo, er zijn vier tandwielen. Dus dan denk je aan technologie, denk je aan, aan, aan een motor of aan een, aan een machine, die, he, dat, dat is technologie. Um, uh, en uiteraard, he, recruitment tech, is dat nou speciaal? Nee, je hebt fintech en je hebt martech. Mar ja. en, en dus, ja, het past er lekker in. Het past er lekker in, dat rijtje. Eh, maar, 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 dus bij technologie gaat het op het algemeen gewoon om software, eh, SaaS-software in de cloud. Um, en dan zit je natuurlijk al dat, je dat we krijgen soms vragen van mensen: ja, we hebben een jobboard, zeg maar. Dus ja, uh, uh, ja een, 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 een diehard die jobboard uh, uh, valt er niet onder. Dat is meer media, inderdaad, hè, waar je plaatst uh, en waar je betaalt per, per plaatsing. Maar je hebt natuurlijk ook steeds meer dat, ook daar zie je de grenzen tussen media en technologie en zie je verschuiven met uh, 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 jobboards die artificial intelligence gebruiken voor de matching. Dus hè, wat een hele belangrijke bij ons, waar we altijd kijken van zijn er uh, kant-en-klare koppelingen, API's, uh, beschikbaar? Um, ja. en, uh, uh, en ook uh, toch ook wel een beetje het abonnementsmodel, hè? want dat, dat, dat is over het algemeen met software, met software as a service, is er een vorm van, uh, dus dat je niet per se, dat je niet betaalt per vacature, wat dan vaak is nog uh, bij een jobboard, of uh, dat je echt met een abonnement hebt, dat er sprake is van uh, bijvoorbeeld dat dat, over het algemeen koppelingen met recruitment systemen inderdaad, via API's. Uh, maar er is, er, is echt een grijs, uh, er is af en toe een grijs gebied, inderdaad. En uh, dat, dat ik denk, als je de eerste, de eerste poster, dus het, het derde jaar dat we het doen, bekijkt en de nieuwe poster, we doen twee keer per jaar brengen we hem uit als poster. Uh, dan, dan zie je daar ook dat er wel wat verschuivingen in zijn. Dat we zelf uh, nou ja, ook soms aan het ontdekken zijn. Ja, en nou is die de poster is steeds voller geworden. Dus mij als, als relatieve leek denk ik dan: dat gaat goed met die markt. Hoe is het het laatste half jaar gegaan met die markt? Vallen er al uh, massaal uh, bedrijven om? Of is het eigenlijk, omdat het tech is, wel iets meer bestand tegen, tegen de coronacrisis? Ja, dat is een hele lastige. Ik, denk dat het voor, uh, uh, ik las ook dat het aantal uh, faillissementen uh, in het tweede kwartaal minder is dan, dan 2019. Dat je denkt, hè, hoe kan dat nou? Ja, maar er worden dat nu dus door, de, door die nauwregeling worden ja, de bedrijven ja. in de lucht gehouden... die eigenlijk niet uh, uh, rendabel zijn. Gaat, ja, Um, dus je ziet nu tot nu toe dat, dat, uh, dat, dat, uh, nou ja, dat er geen grote dingen zijn, uh, uh, zijn, zijn gebeurd. Uiteraard merken wij, hè, want een want, uh, deel van ons verdienmodel is ook: hè, we werken met partners hè, die met onze evenementen, of uh, we hebben we ook een, een jaarboek die we ieder jaar uitgeven. Dus daar merk je natuurlijk wel hè, dat, ja, ja. Uh, dat, ze, dat er streng naar wordt, uh, wordt, uh, wordt gekeken. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld wel dat, dat technologie die te maken heeft met video. Uh, we, uh, uh, ik denk anderhalf, twee maanden geleden... Uh, het Nederlandse cameo is overgenomen door uh, een Duitse, Duitse jobboard. We zien um, uh, Sonroo, dat is een partij uit Dublin. Die is uh, in augustus uh, overgenomen door een Amerikaans uh, systeem. Ja. Uh, het is video. Uh, we, 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 iedereen... Uh, vroeger mo iedereen moest gewoon op kantoor zijn. Hè, want je moet gewoon met elkaar uh, die vergadering doen en zo. En we, nu moesten we met z'n allen online doen. Dus uh, kijk maar ja. naar hoe, het hele verhaal met Zoom en met uh, Teams. Ja. Dus daar zie je wel natuurlijk dat, dat, dat bepaalde tooling heel erg helpt. Ik denk ook online uh, assessment tooling uh, natuurlijk uh, is. Maar ik denk dat er dat, komt echt nog wel wat. Uh, maar ook investeerders hè, die zich terugtrekken misschien. Ja. Dus dan heb jij een leuk product. Maar als jij, als jij uh, nog, nog aan het opbouwen bent hè, als start-up of scale-up en een investeerder die, die, die moet misschien zijn geld terugtrekken... omdat hij ergens anders grote verliezen heeft... Ja, dan, dan, uh, uh, en je hebt niet de tijd om het erop te bouwen. Dus ik, ik verwacht ergens wel dat er misschien wel wat gebeurt in het, uh, het, het, het najaar. Ja. 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 Laten we de slag maken naar de, de, nou, de voorbeelden. Tenminste, we gaan eventjes de, de, de stappen induiken. Uh, misschien nog één stap vooraf, want het is natuurlijk... Uh, kijk, er bestaat niet één standaard werkgever... En er is niet. niet uh, weet je, er zijn werkgevers die overeenkomstige problemen hebben, maar iedere club is, is heel erg uh, uh, nou, op zijn eigen manier uh, bijzonder. Hoe kies je nou eigenlijk uit dat hele woud van technische partijen? Waar, waar moet je eigenlijk beginnen? Ja, nou ja, het begint. En er zijn mensen wel eens teleurgesteld als ik dat dan. En dat is natuurlijk uh, zoals ik er tegenaan kijk. En er zijn ook wel meer mensen die er gelukkig zo tegenaan kijken. Uh, ik ben nog heel goed, de eerste keer dat ik het recruitment tech event uh, organiseerde, zes jaar geleden, dan kreeg ik de vraag van mensen, moet ik dan mijn IT er naartoe sturen? Dus dan dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dat wel even duidelijk uitleggen. Dat, uh, hè, dat de doelgroep is, is echt uh, recruiters en het gaat niet tech om het tech. Dus het gaat niet om zoveel mogelijk tech naar binnen, uh, naar binnen krijgen. Maar het gaat echt om, van, uh, wat zijn jouw recruitment doelstellingen? Uh, wat wil je bereiken, uh, nu en ook in de toekomst? En dan te gaan kijken, hoe kunnen we dat, uh, ook op basis van, wat is je visie? Want als jij zegt, van, ja, we willen juist heel erg veel persoonlijk doen en face-to-face -face en dat soort zaken, dat is anders als jij zegt van, wij willen gewoon zo'n veel mogelijk geautomatiseerd recruitmentproces. Dat zijn al andere uh, visies die bepalend zijn van wat betekent dan vervolgens voor de keuzes die je maakt in je recruitmentproces. Dus je recruitmentproces is. Dat is, echt, dat is echt de basis van hoe, hoe wil je dat precies laten lopen. En eh, nou, Bij een klein bedrijf is dat, is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Bij een groot bedrijf hè, of, een, of een supermarkt met, met 400 filialen. Of een internationaal bedrijf met locaties. Of eh, dat je ook eh, toegang wil geven tot je vacaturehouders in het proces. Dus, 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 dus je kan het zo ingewikkeld maken als je, als je, als je wil. Maar het recruitmentproces zou leidend moeten zijn. Uh, want nogmaals, technologie faciliteert nog steeds... Uh, jouw proces. Oké, okay, nou dat is, dat is stiekem een hele belangrijke. Want, want ik, ik denk dat die een, het is een soort ABC'tje is, maar tegelijkertijd moet je dat nooit vergeten. Want, want je moet dus de technologie zoeken die bij je, bij je plan, bij je strategie, bij je probleem past. Ja. Welk probleem moet technologie? Ga ik een oplossing verzoeken via technologie? Dat moet je eerst benoemen. Ja, nee, want dan, zeker ja. ook als je, als je effectief en efficiënt wil werken. Kijk, ik geloof ook wel in, dat vind ik ook wel mooi dat je bijvoorbeeld zegt van we willen gewoon van van het totale recruitment uh, budgetten we uitgeven en automatisering. Hebben we bijvoorbeeld 10% dat we gebruiken om wat mee te pionieren? Ja. Nou, daar hoeft niet per se een plan voor te zijn. Het is, al, hè, ik, ik, het is altijd leuk om, vaak kan het ook helemaal voor redelijk kleine bedragen, om dat soort dingen te doen. Maar zeker als het gaat ook om je, je core systemen, inderdaad, hè, dan kom je toch in recruitment systemen. Of als jij echt zegt, we willen, hè, wij vinden het gewoon belangrijk dat we. Dat we de bias, hè, de vooroordelen uit het proces halen. Dus iedereen die bij ons uh, solliciteert. of iedereen die in de tweede ronde zit, moet uh, een. Uh, uh, nou, dat is niet waar. Iedereen die binnenkomt, die moet eerst misschien wel een online assessment maken. En voor gamification, zeg maar. Ja. Um, uh, dan, dan, dan zijn dat echt dingen die, in, die je uh, fundamenteel in je proces opneemt. Ja, dat zijn niet dingen dat je. Oh, dan ga ik even een toeltje proberen. en nog weet je wel? Dus, nee. dus dan is het gewoon belangrijk om die keuzes duidelijk te maken. op basis van je visie en strategie. En uh, um, uh, uh, ook je, je uh, dan je recruitmentproces. Ja, dus het is een optelsom. Ja. maar vooral een plan en ook pionieren met die 10%. Nou ja, ik vind het wel een mooie, inderdaad. Er gebeurt best wel veel. En ik vind het wel een mooie manier om ook. Het uh, 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 is soms ook gewoon. Uh, uh, je kan hier alles beredeneren en het is natuurlijk ook gewoon een, een, een uiteindelijk recruitment, ook gewoon een doevak. Ja, en uh, ja, het, het leuke vind ik dat dat er zit ook een soort start-up cultuur omheen. Weet ja. je dat? Dat uh, en tuurlijk is het dan in het begin uh, groeien alle bomen tot in de hemel, maar dat is juist leuk om daar een beetje mee te proberen. Want, ja. want vaak is het ook zo dat je nou ja, Neem bijvoorbeeld zo'n video als je bij een werkgever uitgebreid gaat analyseren wat je ermee wil en dan er ook nog eens een keer gaat aanbesteden welk je gaat nemen, dan ben je zo weer een tijd verder. Ja. Terwijl het werkt lekker als je. Er, ik heb het zelf een keer meegemaakt, dat ik ergens kwam. Daar was al een, een, een abonnement op een Videodienst. Dan is het andersom. En dan voor je gevoel uh, kun je er dan iets mee gaan doen. Dan kan je een beetje. Ja, heel plat gezegd, Kan er mee gaan spelen. Ja. Daar komen vaak hele leuke dingen uit. Dus dat, ik ben het helemaal met je eens met niet alles plat analyseren. Je moet een goed plan hebben. Daar komen we zo op. Maar vooral ook dat 10% uh, ja. probeerbudget. Of, of uh, hoe noemde jij het? Uh, innovatiebudget. Of, ja, uh, ja, we hebben een beetje gewoon de ja. Ja, uh, kansen geven. Vooral kansen geven aan startups inderdaad. Ja, en, nou, precies, uh, precies. en leren. En jij helpt hen, want zij hebben vaak juist, data nodig. Ze zoeken ook vaak op, een, soort, een soort een beetje master-lunch-partners bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja. ja. oké, okay, dus dat is een mooi. Uh, dat, dat vooraf over de breedte laten we het, het, het proces eens induiken. En dan uh, de vraag aan jou is eigenlijk bij, bij de verschillende fasen: ligt dat nou eens een keer met de AMC-bril? Wat, wat heb je daar nou voor technische. Mogelijkheden. En ik snap, weet je, dat zou ik misschien gelijk even disclaimer zeggen: jij bent een beetje voorzichtig om uh, individuele voorbeelden te noemen. Snap ik, want je hebt natuurlijk, uh, als je de één noemt, noem je er altijd een paar niet. Ja. En, en jij bent uh, van de hele markt, dus, dus daar moet je ook zoveel mogelijk zien te voorkomen. Uh, we gaan eventjes eigenlijk de, de employee journey, of, of nou, hoe iedereen die ook invult, maar ergens het moment van uh, voor het eerst in beeld komen bij een uh, potentiële werknemer tot iemand die. Al jaren bij je werkt en misschien zelfs wel afscheid nemen, weet je dat dat die hele cyclus knipt die eens een beetje op in de verschillende fasen en laten we dan eens inzoomen op wat daar nou de ja wat wat nou typische dingen zijn waar je als met vanuit arbeidsmarktcommunicatie uh, iets mee kan, waar al heel veel mee gebeurt, waar mogelijkheden liggen of waarvan je zegt van dat is leuk daar zou je eens naar nou moeten kijken. Waar wil ja. je beginnen? Um, we, we hebben natuurlijk, dat, dat is het, het leuke natuurlijk, hè, het verschil tussen het recruitmentproces, want vanuit de recruiter gezien inderdaad, hè, en dat, dat uh, een van de belangrijkste dingen, dat, dat geldt voor recruitment, natuurlijk, maar vooral ook voor arbeidsmarktcommunicatie, is natuurlijk uitgaan van de kandidaat. Um, um, dus, uh, dus ik begin toch even vanuit het perspectief van de recruiter inderdaad, hè, met, een, met een interne vacaturemelding. Dan gaat iemand weg, of er is een uitbreidingsvraag. Ja. Nou, dan krijg je soms een hele uh, procesflow, hè, mensen die moeten een stempelvinkje uh, zetten dat het akkoord is. En dan kom je natuurlijk met, uh, uh, aan de binnenkant, uh, dus nog niet zichtbaar, zeg de buiten dingen te maken hebben met de intake, met uh, vacature teksten, met misschien intern uitzetten van vacatures. Um, uh, eh, dus daar zou misschien, uh, als het gaat om, om arbeidsmarktcommunicatie en de interne arbeidsmarkt. Uh, uh, wat je natuurlijk vaak ziet, dat, dat zeker bij, bij wat grotere organisaties en non-profit. En dat er ook er wordt gezegd, hè, vacatures moeten eerst twee weken intern uitstaan. Dus wat je daar ziet, dat dus, uh, het recruitment systeem, dat is natuurlijk hetgene wat eigenlijk over het hele recruitmentproces ligt, dat er een koppeling is met intranet en dat er vacatures op het internet ja. worden geschoten. En zodra die er twee weken staan, mag die, mag die naar buiten. Um, en nou, dan kom je ook wat meer aan de buitenkant. Hè. En dan heb je natuurlijk de, uh, de tooling die uh, twee, drie... Ik uh, de, ja, denk misschien bij vanaf het begin van de, uh, de start van recruitmenttech, vijf, zes jaar geleden, zag je natuurlijk vooral de opkomst van heel veel... Uh, 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 jobmarketing, programmatic jobmarketing, uh, programmatic jobadvertising-achtige, uh, uh, eh, wat in eerste instantie dan uh, vaak toch wel vacature-gerelateerd was. Dus dat zou je zeggen, ja, dat, dat is dan toch wat meer recruitment, hè? het verkopen ja. vacatures en verkopers pushen. Maar daar kwamen we natuurlijk ook al heel snel als het gaat om het kunnen doen van brandingcampagnes naar specifieke doelgroepen, dat geautomatiseerd en geautomatiseerd inkopen. Is natuurlijk eigenlijk helemaal niks van recruitment. Want dat, dat deden ze natuurlijk in marketing al. Dus, ja. dus hè, dat, dat zie je soms nog wel meer. Dat er best wel wat tooling in recruitment dat dat gewoon vanuit marketing of sales ja. uh, uh, komt. Um, hè, en wat je daar dan ziet, en dat is dat is iets van de laatste, laatste jaren inderdaad. Hè, ook daar komt in vanuit marketing automation, zie je nu uh, recruitment automation uh, vandaan komen. En het interessante daarvan is, hè, want het klinkt heel erg recruitment automation, maar je zou het bijna. Uh, Arbeidsmarktcommunicatie automation ja. uh, uh, moeten noemen, omdat het, 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 het gaat om, om veelal om niet vacature gerelateerde. Uh, content. Nou ja, kijk, zoals jij het schets in die journey, weet je, um, de, het aantal contactpunten met iemand, dat kan je natuurlijk ja, dat kan je heel gedetailleerd opknippen. Uh, van, van, en, en daarvoor nam je ook nog het interne proces mee, weet je. Wat, wat ik heel erg gemerkt heb, is dat je, um, hoe meer je dat gaat opknippen, hoe meer contactmomenten er zijn en, en je ook individueel iets mee kunt. Uh, dan vind ik het zo belangrijk wat de, de tone of voice van de werkgever is. Weet je, als ik als, als kandidaat, en misschien heb ik daar wel een beetje het verschil te pakken dus, uh, tussen recruitment tech en er als AMC'er naar kijken. Dat je, de, kijk, er moet iemand gewoon altijd in de huid van die kandidaat zitten. En er moet iemand ook in de huid van een recruiter zitten voor, voor het proces. Dus misschien dat ik daar, daar wat wat makkelijker dan vanuit die kandidaat altijd maar bekijk. Maar uh, ik ben zelf verantwoordelijk geweest toen ik, toen ik bij Zuid-Holland zat voor de werving van mijn opvolger. En dan ben je ineens vacature houden. Dus dan, dan, dan zie je uh, alle stappen in het proces direct voorbij komen. Ja, dan merk je hoe je op je hoede moet zijn. Dat, dat als kandidaat, dat je het gevoel hebt dat dezelfde stem tegen je spreekt. Want daar denk je vaak in het eerste contact heel erg over na. En hoe staat het op de jobsite? Alleen als je dan de processtappen ingaat. Uitnodigingen voor gesprekken, uh, afwijzingsmail, uh, 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 of een, überhaupt een ontvangstmail... of uh, uiteindelijk de, de, weet je, de bevestiging... alles tot en met het contractvoorstel aan toe... daar schrik je vaak van. Ja. Dat is dan ineens... de begint er iemand anders tegen me te praten. De hele toon is anders. De temperatuur daalt een paar graden. Dus dat, daar zie ik als AMC, vakgebied... dat daar een mogelijkheid ligt om op die tone of voice... dan zit je letterlijk in het verlengde van je employer brand... Ja. om daar dan naar al die verschillende dingen te kijken. En dan is misschien... want daarna ga je over recruitment autom of marketing automation... Dat vind ik een interessant. Dat is eigenlijk, maar goed, uh, tik me op de vingers als ik het als leek te simpel maak. Maar dan ben je eigenlijk bezig met een, een, ja, een profiel van een kandidaat steeds specifieker te maken. op basis van het gedrag wat iemand al van je gezien heeft. en wat iemand nog. Uh, wat iemand heeft, heeft aangegeven en voor stappen genomen, toch? Eigenlijk ben je dan iemand. Ja, cookies aan het vullen, bij wijze van spreken. Een profiel op basis van cookies aan het maken. Ja, nou ja dat, dat, ja, dat de combinatie. Het gaat ook om een stukje engagement. Om te kijken, wie, wie heeft er nou engagement? Of wie, hè, vanuit, uh, vanuit ook het, uh, het, het actief en latent zoekend uh, van um, eh, het feit als iemand één keer op je website komt en daarna drie, vier maanden niet meer. Of iemand die op je website komt en die op ja. basis van een blog die je geschreven hebt. Hè, Eigenlijk ja, weet dat, je een beetje tegen wie je praat? Op, op je weet beter woord. dan wie je praat, maar je weet ja. ook of die persoon echt, uh, echt, echt ja. geïnteresseerd is. Omdat die ja. persoon een aantal keer, uh, een aantal keer terugkomt. En, um, uh, en ook op basis van wat die persoon kijkt, inderdaad. Hè? Dus het, is, het, 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 het gaat er echt om. Het, echt, het komt er gewoon uit vanuit het salesverhaal. Dat je gewoon kan zien, die persoon is twee of drie keer teruggekomen. Die, en op een gegeven moment weet je gewoon, oké, okay, die, die persoon kijkt nu bijvoorbeeld hoe het recruitmentproces eruit ziet. En in iedere keer als die persoon iets doet, of uh, op een pagina zit, of een bepaalde tijd op die pagina zit, kun je, uh, kun je bijvoorbeeld punten geven in het, uh, ja. in, in, in het systeem. En dat is aan de achterkant. Hè. Personen moeten uiteraard eerst akkoord gaan met de cookies. Of en va en uh, de eerste instantie is vaak dat mensen zeggen... hey, uh, leuk blog gevonden online of een leuke video. Ik kan me inschrijven voor een nieuwsbrief. Dan begint het inderdaad. Ja. En, en zodra mensen dat doen... Uh, dan uh, 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 kun je op basis van het, van het gedrag van die mensen... bepaalde pagina's die ze zien, bouwen ze punten op. Maar ook als mensen bijvoorbeeld na, twee, twee, na een tijdje niks meer doen... kun je ook zeggen als mensen twee maanden niet zijn geweest... dan gaat een deel van de punten er weer vanaf. En zo zou je... En dan komt op het recruitment weer kijken. Zodra mensen een bepaald aantal punten hebben opgebouwd. krijgt de recruitment automatisch een berichtje. Van eh, deze persoon is wellicht uh, 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 in de markt, ja, zeg maar, zoals we ja, dat ja, noemen. En, en misschien moet je die persoon eens gaan bereiken. Of ook met content, dat je andere content gaat aanbieden. En het gaat zelfs zo ver als het gaat om de recruitment-site. Is dat je zelfs kan zien als iemand. In jouw systeem zit en die komt voor de derde keer op bij dezelfde vacature terecht. Dat betekent dat iemand. Hè, een vacature staat op het algemeen twee, drie weken online. Dus als iemand in, in verspreid... over die twee weken. Meerdere keren terugkomt op die vacature-teksten. Uh, uh, het uh, vacature-tekst, dat je zelfs uh, andere contentblokken kan laten zien. Omdat je gewoon weet van de eerste keer is iemand nog oriënterend. De tweede keer heeft die persoon misschien wel met de partner erover gesproken. Of die heeft er s'nachts van wakker gelegen. Hè? Die is zo'n latente, zo latente kandidaat van. Ja, weet je wat? Uh, moet ik nu wel van baan verwisselen? Maar ah, het is zo'n een hele gave baan. En die komt nog een keer terug en die ziet dan dingen. Hey, reistijd, dus je kan dus op basis van. En dan kom je ook in met uh, wat betreft arbeidsmarktcommunicatie naar persona's of de Canada Journey. Ja. Kun je dus omdat je weet op een gegeven moment van kandidaten dat die een bepaalde behoefte hebben aan informatie. als ze, als ze in een hoogte verder zijn of bijna zover zijn om te solliciteren. Ja, en dat, die combinatie inderdaad, dat, dat wat noemen we dus recruitment uh, automation. Eigenlijk inderdaad, hè, als je erover nadenkt, inderdaad, zou je bijna arbeidsmarktcommunicatie uh, ja, ja, het is, het is, uh, automation ja. doen. Want de recruitment site is belangrijk. Je hebt het over e-mailings, nieuwsbrieven, dus niet over job alerts, maar echt over nieuwsbrieven. Ja. Je hebt het over blogs, misschien over video. Nou, je, moet, je moet heel goed nadenken op het moment dat je steeds meer contactmomenten met iemand kan, kan onderscheiden. Wat is dan het beste, het handigste om nu uh, aan die persoon te, te, te communiceren? En dat is soms heel direct vacatures en uh, laat de recruiter maar bellen. Heel vaak zou je ook daar nog naartoe moeten werken. En dan denk ik, zoals je het schetst, dan geeft het. Ja, je, je moet gewoon veel gedetailleerder die hele, die hele reis of die funnel in gaan vullen. En dat is een mix van arbeidsmarkt, communicatie en recruitment. Dus het, het gaat mij er ook niet zozeer om het te scheiden, hoor. Dat, nee, dat we dat een aparte nee. AMC-tech hebben, maar het gaat gewoon nee. veel meer om ja. uh, kijken met een recruitment blik naar ja. recruitment-tech. Maar kijk er ook met een communicatieblik naar. En dat kan, heel vaak zit dat natuurlijk bij één recruiter, die, die allebei de blikken moet doen. Ook prima, maar dat ik denk zeker op het moment dat je het met content uh, gaat doen. Ja, dan wordt het heel, heel natuurlijk voor de communicatie. Ja. Dus dat, dan moet je er in ieder geval met, met, ja, met elkaar naar kijken. Oké, okay, en wat je zelf ervaarde met dat ene pro, recruitmentproces. Wat je, dat je opeens uh, vacature houden bent. wat van uh, ja, administratieve taken erbij komen kijken. Weet je wel, daar zit een recruiter ook niet op te wachten. Dus als je nee. dat kan automatiseren, is dat fantastisch. Maar dat soms vergeet je dan door het. Doordat het uh, zo geautomatiseerd is dat je soms vergeet van maar vergeet ook niet dat de persoonlijkheid of onze ja. kernwaarde of werkgeverspositionering nou ja. daarvoor doen. Als je dat allemaal je employer brand noemt, weet je, dan, is, dan, dan weet je wanneer uh, uh, ja, hoe je in al die verschillende fasen uh, het bijzondere van je organisatie terug moet laten komen. Jij noemde net het voorbeeld van, weet je, de, de bedrijven die, nou ja, die samen in de kernwaarde hebben staan, die, dat, dat zijn er heel veel. Maar doe er dan ook wat mee? En dan ja. is het, uh, of weet je, dat, nou, innovatief of noem maar Gemeenplaatsen die, die als kernwaarde prima zijn, maar dan moet je wel wat je ermee doet, dat wordt interessant. En dan vind ik een fase als het contract bijvoorbeeld. Ja, als je persoonlijk in je kernwaarde hebt staan, dan moet je eens kijken hoe, hoe persoonlijk is nou het eerste contract wat iemand krijgt. Of het moment van het tekenen van het contract. Zeker bij grote organisaties, voor je het weet, is dat een soort ja, formaliteit. Wat je doet met iemand die je nog nooit eerder hebt gesproken. En dan is het daarna ga je weer, maar, uh, ik wil graag. Nou, met corona is het nu lastig, je kan elkaar even geen hand geven. Maar ik wil graag iemand een hand geven en zeggen van... joh, wat leuk dat je bij ons komt werken. Nou, dat ja. gevoel, dat, dat moet je ergens... in die techniek moet je dat wel kwijt kunnen. Dus gevoel versus techniek, dat, dat, het is geen strijd, want het is niet... Uh, maar juist bij die techniek moet je volgens mij een hoop gevoel kwijt kunnen. Ja, dus dat, is ja, en, en. daar kan je wel wat mee. We zeiden dat we gestructureerd gingen doen. Ja. Daar zijn we redelijk doorheen aan het schieten. Maar ja. als we een beetje de fases van die... Uh, van die employee journey gaan kijken, hè? dan heb je nou ja de, in, de eerste fase die jij volgens mij onderscheidt, is de interne setup. Dat is dat is ja, wat dat je... het goed En en dan en dan op een gegeven moment ga je naar buiten, inderdaad. En dat we dan de korte, de, de, de korte termijn vacature invullen. Ja, ja. als je natuurlijk gaat kijken naar wat meer branding, hè, dan kom je dus inderdaad. Hè, dat is de technologie, natuurlijk van van uh, programmatic job advertising. Kun je ook gewoon gebruiken. Je, niet, geen job advertising, maar je je brand of je merk. Ja, en dan komt natuurlijk op een gegeven moment aan, aan aan content, inderdaad, en zorgen dat mensen je de mensen je leren kennen, dat je dat je verhalen gaat vertellen. Um, uh, uh, en en dan, dan zit je gewoon veel meer nog in normale content tools. Of hè, als het gaat weer, en dan ga je, ga je weer naar binnen. Want je wil dan bijvoorbeeld dat medewerkers ja. jouw content gaan delen. Dus, dus die bedoeld zijn voor de buitenkant. Maar je hebt interne mensen nodig om dat vervolgens ja. te, te, te delen. Hè? Dus, ja, want dan zit je eigenlijk in het hele referral ambassadeurs. Ambassadeurschap uh, met, name, met name? ja. ja. In dit, dat traject ja. zit je. V vertel daar eens iets meer. W wat is daar, uh, zit daar veel ontwikkeling in? Want we hebben natuurlijk best lang... Heb je al de, de sociale deeltools met, met, nou, daar zaten vaak ook een soort gamification-achtige dingen in, om dan om maar uh, degene die het meeste doorstuurde, die, die kwam in de ranking bovenaan, die kreeg aan het eind van de maand kreeg die iets. Dat bestaat eigenlijk al best lang. Ja. Uh, is dat nu een soort constante of zit daar, is, is daar ontwikkeling? Want het voelde wel een beetje dat dat, uh, ja, dat leek altijd alsof dat voor hele grote organisaties heel ingewikkeld was. Maar, maar ja, dat, dat, dat leek een beetje te, te, te sluimeren. Maar de laatste tijd heb ik het idee dat dat veel harder gaat. Dat daar veel meer ontwikkeling op zit. Herken jij dat ook? Ja, nou, ik denk zeker dat, uh, dat de corona daar ook wel invloed op heeft. Dat zijn dan van he, interne ja. engagement tools. Zie ze maar eens, uh, überhaupt te, te bereiken als ze ja, thuis aan het ja. werk zijn. Dat zijn interne engagement tools waar je het nieuws deelt... die mensen dan ook naar buiten kunnen, kunnen delen. Je hebt natuurlijk de... De, 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 de hardcore uh, referral tools, hè, waarvan je kan zeggen, ja dan kun je vacatures, uh, vacatures delen. Maar zeker ook als je andere content aanbiedt op je, op je website. En dan heb ik het uh, niet ja. over tijdloze content die altijd aanstaat. Maar hè, dat je zegt, we hebben blogs of we hebben uh, afdeling van de maand. ...en, en, en dat, 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 uh, ja, ja. dat soort zaken. Ja. Eh, wat, 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 wat ik echt een belangrijke vind, inderdaad. Hè, bij heel veel recruitment sites kom je nog steeds en dan eh, kom je twee maanden terug. Het enige wat er is veranderd. Er zijn vacatures afgegaan. En er zijn vacatures bijgekomen. En voor de rest. Dus voor die latente kandidaat die, die, die is er niks te vinden, want die ziet daar nog steeds na twee ja, maanden dezelfde ja. site, op die paar vacatures na. Maar daar ben je als latente kandidaat even gechargeerd. Niet, niet naar op zoek, hè. je bent op zoek naar verhalen. Niks nieuws is dan je conclusie. Dus als je, ja. Die, ja, en als je die verhalen hebt inderdaad, hè, dan, 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 dan steek je tijd in content, video of een podcast. Ja, dan wil je natuurlijk mensen hebben, dus dat is ook heel mooi als je je eigen medewerkers uh, en die vinden dat echt leuker hoor. Die vinden het leuker om interessante content te delen. Waar bijvoorbeeld een collega van hun uh, uh, op de foto staat of een interview mee heeft. Dat is natuurlijk echt wel leuker delen dan, 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 een, dan een vacature. Ja, dan als je drie vacatures in je netwerk hebt gedeeld, dan voel je je bijna een soort spammer af. En toe. Dat, ja. Terwijl als jij weet ja. voor wie het een goede vacature is, ja, dat kan je niet vaak genoeg doen. Klopt. Dat... Uh, dus, dus mensen vinden het vaak veel leuker uh, om, 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 om content te delen. En die content die zorgt ervoor dat mensen uh, een, een organisatie leren kennen of een ander beeld krijgen van de ja. organisatie. En dan krijg je, en dat is de, de rol van de arbeidsmarktcommunicatie. Uh, we, vanuit de academie voor de arbeidsmarktcommunicatie hebben we ook al een hele mooie definitie. Hè, maar even gechargeerd: zet je natuurlijk met arbeidsmarktcommunicatie ben je bezig om mensen min of meer aan de poort te zetten. En met recruitment ben je bezig om mensen binnen te halen, inderdaad. En dat, dat, dat kan natuurlijk met sourcing en search gaan, maar ook. He, op basis van zodra mensen he, met de vacature tekst bezig zijn, stuur je op een beslissing die mensen maken: beslissing om te solliciteren. Ja. Terwijl je met, uh, met arbeidsmarktcommunicatie eerst bezig bent met de bewustwording van he, wie is die organisatie. Uh, het leren kennen van die organisatie, de houding veranderen ten opzichte van die organisatie. Of misschien wel een ja. branche in sommige gevallen. Um, uh, en dan, dat die, in het begin zijn heel veel mensen eigenlijk nog helemaal niet bezig met een, uh, met een, met een, met een, met een vacature. Dan heb je soms uh, nou, twee jaar nodig ja. om dat om dat in te masseren. Nou, nou en dat, ja, en om ja. het een beetje weg te halen bij de... Weet je, is het nou een strijd tussen recruitment en AMC? Nee, helemaal niet. Maar uh, maak alleen maar de scheiding. Actieve zoekers, latente zoekers. Wat, wat moet ik doen om uiteindelijk diegene die, die uh, zoals jij het noemt... die aan de poort staat? Mooi, dan moeten we de loper uitleggen en dat helemaal faciliteren. Maar de fase daarvoor, die moet je ook wat doen. En dat, daar vind ik referral tools vind, vind ik een mooi voorbeeld bij. Want uh, ja, een beetje terug naar jouw inleiding van... weet je, een tool alleen gaat je uh, hier... Weet je, daar ga je het niet mee winnen. En juist zo'n referral tour, dat, dat ligt heel gevoelig. Want je ziet nou, intern je mensen eigenlijk allemaal zodanig opleiden dat, dat ze het ook leuk vinden en dat ze snappen waar ze jou mee helpen. Dat is natuurlijk een hele. Ja, dat is, bijna, dat is nog niet eens arbeidsmarktcommunicatie. Dat is gewoon een soort relatiebeheer intern, waarbij je een soort, ja, een soort enthousiast clubgevoel moet doen van mensen die, die op die manier echt snappen waarom ja. je het aan ze vraagt. En, en nou, daar gaat stiekem heel veel tijd in zitten. Dat, maar dat, moet, dat is dan een soort regisseren, organiseren. En wat je vaak ziet is als je uh, op LinkedIn... Uh, uh, als je verschillende mensen uit dezelfde organisatie uh, volgt... dan zie je soms echt van die, ja, van, van die voorgeschreven berichten voorbij komen. Dan zie je ineens dat acht mensen op dezelfde dag... precies hetzelfde bericht delen. En dat is dan vaak ook nog als er net een soort persoonlijke nood in staat... die dan voor, door iemand anders verzonnen is. Dat doet vaak ook een beetje pijn in je ogen. Dus daar valt qua communicatie voor om ook nog een hoop winst te halen. Van laat mensen vooral... ...er hun eigen draai aan kunnen geven in plaats van dat ze denken van oké okay, ja ik heb het doorgezet klaar ja. dat, uh, mag ja, dat dat kijk en ook daar kun je natuurlijk hè want je kan je kan het, het leuke is inderdaad als je er bij stil staat je kan natuurlijk uh, auto, uh, je kan automatisering heel erg uh, nog steeds heel erg persoonlijk maken hè. Je, je kan ook zeggen we, we, ja. maar dat betekent wel dat het werk is dat je zeggen ja, maar maar weet je wat we gaan precies. gewoon vijf, vijf verschillende te maken, ja. die standaard erin zitten en mensen kunnen het ook aanpassen. Ja. Uh, maar daar zit steeds. Die, die, uh, en daar zit misschien toch een, een soort strijd. En dat, die, die zijn ze mensen niet van bewust, inderdaad, van automatisering, proces, dingen makkelijk maken voor mensen. Ja. Versus komt het dan nog wel echt over, precies. is het dan wel. Ja. Hè, dus dus je, je kan natuurlijk een heel persoonlijk mailtje sturen. Maar als de, als de afzender, no reply ad uh, werken bijnl is, ja. Ja, dan, dan ja, is het ja, natuurlijk zie mensen op een gegeven moment ook wel, uh, ja. uh, hoe persoonlijk is dat. Maar toch, toch kan het wel. Uh, merk ik ook wel eens, als ik het zelf ook, uh, zelf ook uh, uh, gebruik, dat mensen echt een geautomatiseerd mailtje. Uh, uh, en de, dan is het wat meer bijvoorbeeld marketing automation, uh, uh, wat, wat dezelfde, dezelfde, dezelfde idee is. En dan stuur je mensen een week later een mailtje. Gewoon een week, week geleden heb je iets gedownload. En uh, ik was benieuwd of je het had kunnen lezen of ja. een vraag zijn. Mensen gaan je echt ook beantwoorden. Ja. En terwijl als je goed kijkt naar beneden, want je moet natuurlijk onder geautomatiseerde e-mails moet gewoon een uitschrijveling staan. Hè, dat is verplicht. Uh, dus als je goed kijkt, maar als jij verder geen logo's, geen plaatjes hebt, en je, je, dan, dan lijkt het net ja. alsof. En het zijn van die kleine dingen. Um, dat, uh, en uit, uiteraard daarna moet je wel gewoon uh, netjes beantwoorden. Uh, maar het is vooral ook: uh, de, ik kan me ook goed voorstellen, inderdaad, van, hè, van um, uh, slim werven, dingen slim doen. Uh, we, tot, tot de coronacrisis was de grote schaarste aan recruiters. Ja, misschien moet je niet op zoek gaan naar die, naar die derde recruiter, maar moet je gaan kijken: kan ik het proces net iets meer automatiseren, ja. zodat die twee recruiters het aan kunnen? Uh, of bijvoorbeeld, hè, wat, 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 wat ik ook wel eens zeggen van in plaats van een derde recruiter moet je misschien wel een contentmarketeer of een arbeidsmark ja. arbeidsmarketeer ja. neer gaan zetten, uh, die mensen aan de poort gaat zetten, zodat recruiters zich daarop uh, focussen, ja. kunnen focussen op het binnen, binnenhalen van, uh, van mensen. Dus, dus, dus ik wil waar ik heilig in geloof, en daarom is het zo belangrijk dat, dat de arbeidsmarktcommunicatie ook aanhaakt. Um, uh, um, bij bijvoorbeeld ook zelfs de selectie van een systeem laat gewoon arbeidsmarktcommunicatie en, en inkoop uh, voor het inkoopproces, en IT voor, uh, voor de veiligheid, maar ook arbeidsmarktcommunicatie of communicatie, laat die, schuif die aan. En misschien dat ze niet overal bij zijn, maar laat die even met, 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 met de merkpad te kijken. Als nou, iedereen even vanuit ja. zijn eigen vak en achtergrond er dingen over kan zeggen en er dingen mee kan doen, dan merk je namelijk dat je. Dat je andere vragen stelt en dus met andere oplossingen komt. Ja, en wat, wat ik ook mooi vind aan technologie, kijk, het faciliteert. En het geeft dan uh, voor een deel kan je dingen wegnemen die, uh, ja, die geautomatiseerd veel beter kunnen. Wat er dan overblijft, is dingen waar mensen goed in zijn. En dat vind ik voor, bijvoorbeeld bij referral, of je het nou hebt over intern je mensen mobiliseren of naar buiten toe die berichten lekker persoonlijk maken. Ja, dat blijft altijd mensenwerk. Maar goed, als het goed is, kan je daar meer mee, omdat je dat uh, met technologie faciliteert. Um, ik ga een beetje sprongen maken voor de tijd. Want het is, het is leuk, het is gezellig, het is interessant... maar ergens moeten we niet te lang blijven praten... want dan, dan luistert er niemand meer. Um, die, die journey die we aan doorgaan zijn... Hè, daar zit uh, op het moment dat je... Ja, talentpooling moeten we daar ook uh, even in benoemen, denk ik. Dat, dat, uh, wat, ja, wat, wat zijn daar je, 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 de ontwikkelingen in? Zie, jij dat, zie je dat toenemen... Ja, nou ja, ja, deze tijd zijn er bedrijven die geen vacatures nu hebben hè, door, de, door, de, door de coronacrisis. Uh, maar ja, zodra die bedrijven wel weten van het, zit er wel aan te komen. Um, ja, het is natuurlijk niks mooiers uh, dan op je website te zetten in plaats van we hebben geen vacatures. Punt. Ja. Uh, we hebben geen vacatures momenteel, komma. Maar blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dus ja. dan hebben we het over talentpooling, uh, misschien wel 2.0 is dan uh, uiteindelijk rec recruitment marketing inderdaad. Dus mensen schrijven zich in voor een nieuwsbrief. In plaats van dat je gelijk misschien een heel CV hebt. En op basis daarvan ga je dat misschien die data verrijken. Inderdaad, hè? Dat, 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 ja. dat zijn die standaardzaken van een mailtje. Van, oh, dit zijn onze gegevens. Ze zijn benieuwd hè, in welke sectoren je zou willen werken. Dat kun je ook allemaal automatiseren. Dat mensen in de loop van de tijd dat, dat uitbreiden. Um, uh, 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 en maar traditioneel heb je natuurlijk ook hè, dat, dat je mensen in portefeuille houdt. Dus ook een soort talentpool. De fout die dan vaak wordt gemaakt: mensen zitten eenmaal in die talentpool. En daar hoor je nooit meer iets nee, van die nee, werkgever. Precies. Dus dat... dat, dat is communicatief dus, gezien is dat Dat is makkelijk. Een, ja. Maar dat is niet echt de, de talentpooling die we dan bedoelen. Je wil er echt iets mee doen. En, en, en daar zit uh, zie ik natuurlijk heel veel uh, tijd en moeite in... om ja. de, voor die mensen. Kijk, ik heb altijd wel... Ik ben kritisch op de relatie die iemand wil... met een potentiële werkgever. Want daar hoef je echt niet iedere week iets leuks van te horen. Of nou, zelfs iedere maand twijfel ik over. Maar stel dat je die nou ja, vier keer per jaar een goede nieuwsbrief stuurt... met mooie dingen erin. Ja, dat is toch wel het, het minimale wat je ongeveer moet doen. Ja. Ja, dan moet je je talentpooling plannen op die manier ook gelijk doortrekken. In oké, okay, we hebben nu uh, over talentpooling als idee, daar zijn we het vaak heel snel over eens. Alleen de effort die eraan komt kijken om de aandacht te blijven verdienen van mensen. Ja, dat is een communicatieding. En, dat, uh, ja, en, en, en de, een stukje persoonlijkheid van een recruiter. En daarom uh, uh, dus op zich, tech kan daarbij het proces. Uh, um, uh, Help je in het proces hè. Dat is natuurlijk hetzelfde hè. Of in je in je Outlook agenda kun je natuurlijk herinneringen zetten. Ik, ik vind zelf natuurlijk Facebook hartstikke handig. Omdat ik dan af en toe de verjaardagen, Daar verraad je je leeftijd of, mee, hè? Uh, nou, ja, dan zie ik in ieder geval. Oh, ik heb van de week weer wat een verjaardag ja, gemist. Maar dan kan ik, ik word in ieder geval ook op... heel vaak gered op die manier door ja. of Facebook of LinkedIn. Dat, uh... Uh, dus dat, dat helpt dan, dat helpt dan in ieder geval. En, uh, ja. uh, en zo, kun je, zo kun je ook kijken natuurlijk naar, naar, naar tech. Hè. Om, het, het, moet, het, moet, het moet iets toevoegen, het moet behulpzaam zijn, zodat jij inderdaad het handgeschreven ja. kaartje kan doen. Ja, uh, uh, maar je hebt dan even tech die herinnering nodig. En is het dan tech of is het gewoon automatisering? Dat, uh, dat, dat, dat even het midden hebben gelaten. Maar uh, als je op die manier kijkt naar, naar technologie, uh, wat ik zelf een hele mooie vind, want heel veel mensen kennen het wel: hè. de kennis. Dus je kan zelf bij een, um, je ziet het heel vaak ook bij recruitment-tech-leveranciers die hebben. Je kan gewoon met een, met een account-manager ja. een afspraak inplannen in zijn of haar agenda automatisch. Ja, dat is natuurlijk ook. Eh, ik weet ook dat sommige recruitment-systemen dat soort oplossingen hebben. Dat is natuurlijk Hartstikke handig, want hoe, 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 hoeveel tijd ben je aan die kwijt-recruiter om inderdaad heen en weer. Ja, uh, oh, dat kan ik niet. Heb je nog andere data dat je ja. kan? En je gaat weer handmatig in agenda. Laat die kandidaten in jouw agenda. Nou, natuurlijk niet. Hij kan niet alles zien, maar je weet in ieder geval wanneer je beschikbaar bent en wanneer jij zegt: dit blok ik voor potentiële gesprekken. Je geeft die kandidaat, geef je de regie. Dus het gaat niet eens om de technologie alleen, maar het feit dat mensen regie hebben om dingen zelf in te kunnen vullen, geeft gevoel. Dat geeft mensen al een heel mooi gevoel. En dus daar kom je weer, combinatie tech en gevoel. Zeker ook als dingen als vrijheid en je hebt ook in je arbeidsvoorwaarden dat mensen zelf je arbeids... het volgt elkaar mooi op. Het is echt niet tech om het tech. Dat mag. je ik kan niet zeggen, je mag half doen wat je zelf wil, maar als je optimaal wil gebruikmaken van tech en ook niet, uh, wat ik ook in de praktijk wel eens zie, dat mensen heel veel tech hebben liggen en soms denken aan het einde van het jaar, oh ja, wacht even, had nog abonnement op dat toeltje, een abonnement, nou, misschien moeten we maar eens op gaan zeggen. Dat je, dat je, uh, of dat je allemaal modules gebruikt, en je, of heb, je, je betaalt voor modules in je recruitment systeem. Oh, Campus, oh, die heeft er, uh, de vorige uh, recruiter heeft die aangezet, oh, dat betalen we ieder jaar ook, uh, als je het niet gebruikt, is het zonde. Dus ja. als, je, als je goed kijkt, wat is mijn proces, wat wil je en wat wil je gebruiken en wat wil je toe, toevoegen, inderdaad. En die toegevoegde waarde um, uh, als recruiter, inderdaad, is uh, uh, ja, het administratief proces. Als je dat, dat kan automatiseren aan de achterkant, fantastisch. En Zorg ervoor dat tech je gaat helpen om, uh, om te doen waar je goed in bent. En, en, en wat je leuk vindt, want de meeste recruiters vinden uh, administratieve zaken echt niet leuk. Die willen maar gesprekken. Vacatu Vacatureteksten schrijven ook niet. Heb ik ook niet, inderdaad. Het. inderdaad. Nou, maar daar uh, zien we ook nog wel, natuurlijk, dat steeds ja. meer wordt geautomatiseerd. Ja, nou, dat is misschien wel even goed om toe te lichten. We blijven bewust nu een klein beetje weg bij uh, de vacature teksten en het, uh, het solliciteren, omdat dat echt het hart van recruitment tech is. We zoeken bewust even nu de, de andere fase in de journey uh, op. Wat ik zelf een mooie vind in het verlengde van waar we het net nog over hadden, is de, de good old e-mail-nieuwsbrief. Daar lijkt wel weer een, een enorme lift in te zitten, want je ziet dat het, ja, dat, dat is toch uh, als goede nieuwsbrieven, die zijn vaak heel persoonlijk. En als ik mezelf naga, maar goed, ik, uh, ik ben een oude man, ik, ik mag dat natuurlijk niet zeggen, maar je ziet ook gewoon wel uh, uh, wat, wat jongere mensen in het vak met, met goede nieuwsbrieven. Um, hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk? Want het is eigenlijk natuurlijk, uh, in feite hartstikke oud om een e-mail-nieuwsbrief e te krijgen. Ik merk zelf dat dat ook wel bijna een soort ja, dat, dan heb je een stevigere relatie met iemand dan dat je een, een ja, de, 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 via social media bij wijze van spreken iemand volgt. Is, is dat, zie je dat meer voorkomen? Nou ja, het heeft ook weer te maken vaak met uh, 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 het, 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 het unieke uh, kenmerk van recruitment of marketing automation, uh, allebei is het e-mailadres. Dus uh, vijf jaar geleden hadden ze zoiets van uh, e-mail is oud. En, en uh, eh, toen werden we ook geroepen door de goeroes van uh, de jonge mensen: zullen nooit meer een e-mailadres hebben, inderdaad. Want dat hoeft niet, want die doen alles via andere media, WhatsApp en dat soort zaken. Nou, je hebt echt nog een e-mailadres nodig vandaag de dag om, uh, ja. om, uh, om dingen te kunnen doen. Dus, um, uh, en wat je ziet inderdaad, zo'n revival van een nieuwsbrief. Maar het komt omdat door, door, die, door, door marketing en dus recruitment automation, je. Um, en je ook op basis van de interesses of op basis van de fase waarin jij denkt dat iemand is, dat je ook andere dingen geautomatiseerd in die nieuwsbrief kan laten verschijnen. Ja. Dus als jij weet dat, dat, dat uh, je, hebt, je hebt meerdere uh, vacatures hebt en je hebt, je hebt, je hebt uh, verschillende categorieën, dus je hebt, uh, je hebt uh, productie en je hebt mensen in de buitendienst en je hebt mensen in de, in de binnendienst. Um, dat je op basis van dat je weet dat iemand uh, uh, aan heeft gegeven, ik ben geïnteresseerd in binnendienst, dat die andere uh, testimonials krijgt te zien in een nieuwsbrief, hè, of, uh, dan ja. iemand die buitendienst is of productie. Um, en dat is eigenlijk nog een hele simpele, want dat gaat gewoon op basis van kenmerken. Maar dat je er ook op bouw, zelfs op basis van um, uh, opgebouwde punten uh, weet je gewoon dat, dat, dat iemand al verder in het proces zit en, dat hij uh, dingen wil weten over arbeidsverwaarden, over het recruitmentproces, over reistijd en zo. En als je al gaat kijken naar reistijd, dan, dan zit je al wat dan zit je veel Precies. dieper in de funnel. Ja, ja. dan dat jij benieuwd bent, ik wil meer weten over het bedrijf. En, en dit soort informatie, dus uh, vaak die, die informatie hadden we natuurlijk al. Want uh, Mailchimp is denk ik een van de belangrijkste, of uh, een van de bekendste en ook belangrijkste uh, marketingnieuwsbrieven van oorsprong. Uh, maar die, die, die is tegenwoordig ook op de recruitment de marketing automation tooling. Uh, je hebt de hubspot. Hè? Dat, is, dat is gelijk, uh, zeg maar de eredivisie als het gaat om, uh, inbound. om, om Ja, om, om inbound. Hè? Want dat is een andere term daarvoor. Voor uh, marketing automation, inbound. Dus dat, 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 je ziet dus dat ook uh, dat sommige organisaties of werkingslectiebureaus geen recruitment systeem meer uh, hebben, maar dus een hubspot ja. gebruiken om op die manier dat uh, te gaan. managen. Ja. 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 Nou, dat, dat, want dat zeg jij in het tussenzinnetje, dat, uh, een tussenzinnetje. Inbound, een ander woord is voor marketing automation. Oké, okay, dan, dan heb je mij een stuk meer aan boord. Want ik, wat ik daar interessant aan vind, is dat je elke keer moet verdienen dat iemand een fase dieper, uh, ja. een relatie ja. dieper ja. gaat aan met je. Ja. Maar nieuwsbrieven vind ik een mooi voorbeeld, wat ook heel praktisch is. Want denk als werkgever maar eens na, hoe zouden wij een fatsoenlijke nieuwsbrief kunnen aan de ene kant kunnen vullen? Aan de andere kant, wie zou dat willen ontvangen? Weet je, dat, is, dat, is, dat is een kritische vraag die je zelf moet stellen. En, maar ik weet zeker dat het wel nodig is. En je ziet het ook steeds meer gebeuren. Weet je? Dat, 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 dat gewoon, en daar is, daar is ook iets interessants bij. Je hoeft niet alles zelf te maken. Juist het voor het, ja, het, 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 lack of a better word, het cureren van informatie. Gewoon ja. iets wat je tegenkomt. Wat je interessant genoeg vindt om met je volgers te delen. Dat is waanzinnig interessant. Daar heb je heel veel mogelijkheden. Zeker in een, in een ja. organisatie waar heel veel nieuws gemaakt wordt. Weet je? Dat, 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 dat zou ik wel uh, vaker willen zien bijna. Oké, okay, we gaan qua tijd. Um, we stappen uit die funnel, of uit de, de, uit de journey, want we, de, we praten er leuk over. Het is heel veel en ik hoop dat we qua structuur, dat het allemaal nog te beluisteren is, maar dat volgens mij gaat al wel goed. Um, eigenlijk als een soort afronding, hè? want wij zitten al, uh, we zitten boven de 40 minuten, dus we moeten echt naar een afronding toe. Um, je hebt lang nog niet alles kunnen vertellen over die verschillende fases van de journey, maar als je er nou nog eentje uit moet lichten waarvan je zegt van nou, we kunnen de de, deze aflevering niet afronden zonder het daarover gehad hebben. Um, ik Kijk dan even met uh, vanuit de, de arbeidsmarktcommunicatie na naar ja, inderdaad, hè? Dan, uh, en dat is ook weer zoiets raars van, uh, ja, het heet toch een recruitment site, en uh, maar eigenlijk is het dus een arbeidsmarktcommunicatie site. en het heeft het heeft al alles heeft weer met elkaar te maken. Je komt weer aan de nieuwsbrieven en de inbound marketing automation, recruitment automation, hoe je het ook noemt. Maar die, 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 die sites, waar we het net leven over hadden, hè, er komen. Er komen hè, ik voel me een beetje als een Herman Vinkers die zegt, hè, stoplicht sp sp springt op groen. Nee, stoplicht <laughs> springt op rood. stoplicht springt op groen. In allemaal loos, altijd ja, wat ja. te doen. Nou, het gemiddelde recruitment site is ongeveer zoiets. Hè. De, uh, oh, er, komen er gaan vacatures af en er komen vacatures bij. En dan kom je twee maanden terug, is dat, dat, dat is het. En daar zit met name iets in, want, want heel veel mensen weten echt wel dat, dat er een hele grote groep mensen uh, latent is, hè, dus actief en latent zoeken. Ik denk dat voor de meeste uh, luisteraars uh, dat echt allemaal bekend is. En toch als je eens dus gaat kijken van maar, maar waar focus je nou op met je uh, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, dan blijkt toch dat de meeste mensen alleen maar focussen op die actief zoekenden. En dat is een sommige, en dat is gemiddeld even, pak hem even heel ruw beet, hè, 15, 15 procent. En, en, en dat is ook een leuke discussie nu, want mensen zeggen dan tijdens de crisis, ja, dus zijn er opeens nu heel veel meer mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu een baan hebben, die misschien eigenlijk wel weg willen denken. Weet je wat, ik blijf even lekker zitten. Dus tot die storm op de arbeidsmarkt voorbij is, dus dat zal echt wel rond die 15 procent zitten gemiddeld. Hè, de andere doelgroep is lager en hoger. Uh, en dan 40 tot 50 procent van de mensen is latent. Dus die willen wel, maar die hoeven niet. Die zoeken niet naar vacatures. Die moet je dus proberen te pakken met, met inhoudelijke content. En die inhoudelijke content, de, de, de recruitment site, is, is een fantastische plek om dat te doen. Uh, blogs, um, uh, interviews, het allemaal over gehad. Um, uh, en uh, in zo'n nieuwsbrief. Zet uh, je dan vervolgens uh, de intro, titeltje, fotootje en dan twee, drie zinnen en dan lees meer. Daarmee creëer je dus traffic naar je, naar je recruitment site. Waar dan toevallig ook weer naast het artikel de laatste drie vacatures zijn die matchen bij die. Dus, dus um, uh, in heel veel gevallen is die recruitment site wat echt te veel gezien als een alsof er soms wel een muur staat, een recruitment site, vacatures. Maar ga echt eens kijken inderdaad. En daar hoef je echt geen arbeidsmarktcommunicatie professional voor te zijn. Ook een recruiter. Je weet dat er latente mensen zijn. En dat je dus niet alleen maar bezig kan zijn met het verkopen van een vacature op de korte termijn. Dat je ook echt moet kijken naar die middellange en lange termijn. En uh, um, dat je dus ook content moet hebben uh, waar, waarbij je niet gelijk af, uh, mensen een vacature door de, nou ja, even on, uh, door de strot duwt. Uh, ja. Om het zo maar te ja. zeggen. Oké. Ja. Nou, dat is. Uh, ik, zou zeggen, ik zou bijna zeggen punt. Maar laten we dus wel zeggen comma, want er valt nog veel meer over te vertellen. Ik heb niet de illusie dat we alles hebben aangestipt, maar wel uh, mooi het rijtje langs gegaan. En juist jouw laatste punt uh, met die recruitment site, dat, dat brengt ons weer terug bij helemaal het begin. Weet je, hebben we het nou over recruitment tech of over AMC tech? Nou, laten we, laten we de naam zo snel mogelijk gewoon allemaal recruitment tech gaan noemen. Ik denk wel, als je de rest van ons gesprek hebt gehoord, dat het. Zaak is om er met verschillende, ja, noem het maar petten of uh, verschillende blikken uh, mee bezig te zijn. Want je hebt een korte termijn doel, je hebt een lange termijn doel. Het is uh, latente doelgroep, het is de actieve doelgroep. Zorg dat je daar aandacht aan besteedt. En, en ja, of je dan een recruiter bent of dat je puur arbeidsmarktcommunicatie doet of in de mix, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit als het maar voor die, die kandidaat aan de buitenkant, als het maar natuurlijk voelt. Dat je niet ineens een vacature voor je neus krijgt als je voor het eerst ergens kennis komt maken. Of als je een partij al lang kent, dat het maar nou, eigenlijk blijft hangen op het eerste niveau. In beide gevallen klopt het niet, dus dat, dat vind ik wel een mooie conclusie. Um, dankjewel, Martijn. Het was, uh, uh, ik vond het interessant. Dan moeten we altijd afwachten of het voor kijkers en luisteraars ook nog interessant is. Dus dat uh, meestal vraag ik aan het eind: heb je nog concrete tips? Nou, ik denk uh, dat durf ik nu niet, want de hele uitzending is over concrete tips te gaan. Dus volgens mij moeten we het hier gewoon bij laten. Um, dankjewel. En, en nou ja, succes met, uh, met, met alle recruitment tech ontwikkelingen. Ik, uh, die poster die gaan we in de gaten houden. Die zal ik ook in de show notes zetten. Want dat is een mooie leidraad bij dit gesprek. En uh, we blijven elkaar volgen. Gaan we doen. Dank je. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes. Op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet. Alle info staat ook op de site hierisamc.nl. Graag tot de volgende keer.